Zo'n wit bril. Ik vind het prachtig. Prachtig omschreven. Oh shit, ze gaan me zien. Ik weet niet of ik gezien. Oh, ik mag gewoon gezien. Ga maar. Hallo mensen van GamersB. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood. En we gaan vandaag verder met waar we de vorige keer zijn geëindigd. Dat is ook wel logisch op zich, maar... Hé, hey, ik zeg het toch even, want het kon zijn, hè. Het kon zijn dat er iets raars aan de hand is of zo. Hè, dat gebeurt wel vaker als je op GamersB bent. Ja, dus, ja. Oké, hij staat nu daar. Oké, ja, leuk. Leuk. Helemaal geweldig. Maar, wat moet ik ermee? Dat denk ik ook bij... Nee, wacht, dat is een heel seksistische opmerking. Dat ga ik niet doen. Krijg ik allemaal feministen achter me aan. En kan ik zeggen, dat denk ik ook bij vrouwen. Maar, dat is gemeen. Dus ik zeg, heb niks gezegd, denk ik. Oh shit. Ik moet even gewoon lopen. Anders dan gaan ze me weer ontdekken en zo. Oké, ik ga nu, ik ga niet staan, weet je wel. Dan, ik weet niet. Nou, ik probeer het gewoon zo. Totdat ik zie dat ik het mensen opvalt, zeg maar. Van, die gast die gaat wel heel erg snel. En dat het niet mag en zo. En dat we dan bekeuring krijgen. En geld moeten betalen. Zolang het maar niet meer dan 100 florijnen is, vind ik het best. Maar, waarschijnlijk zal dat wel weer niet. Logischerwijs. Ja. Ik denk niet echt dat het gaat gebeuren. Oh, hij gaat hier ook weer iets doen. Moet ik hier ook weer mensen met mijn mannetjes doden? Oh, shit. Hij ziet me. Oké, hij zag me. Kut, dan zie je mij ook. Waarom? Waarom mag ik hier niet zijn eigenlijk? Oh, shit. Het verbaast me dat ik nog niet af ben gegaan. Hoe kan dit? Jongens, what the fuck? Ik bedoel, aan de ene kant, ik kan het ook niet heel erg erg vinden of zo. Capito. Il tuo costume. Oké, nice. Ze zijn allemaal dood, dus dat heb ik tenminste gedaan. Nice. Ah, shit. Shit. Oké, zolang hij me maar niet ziet. Hè, als die gast me maar niet ziet. En als ik maar gauw genoeg mijn... Oké, ik moet mijn paard pakken. Wat? Kutpaard. Kutpaard. Fuck. Snap je hem? Kut. Ja. Nee, was een slechte grap. Sorry. Ik zal het nooit meer doen. Oh yes. Ik heb het ook gewoon gehaald. Allemaal mensen zitten achter me aan. Het Colosseum. Hey, dat zei ik laatst ook, hè. I seek Pietro. He acts on stage, signore. One of my men will take you to him. Don't forget, I wear the black shirt. Protect me and wait for Pilate's call to the Centurion to strike. Fin bestio. I must get to Pietro before he does. Oh, ik zie daar zo'n... Zo'n wit bril. Ik vind het prachtig. Prachtig omschreven. Zo'n... Ja, weer rare geluiden met Sander, hè. Het komt wel steeds naar voren. Het valt wel op. Misschien ligt het aan mij. Maar misschien ook niet. Daar. Ik zie het al. Dat is ook wel handig, hè, als je iets ziet. Tip, zorg dat je iets ziet. Dit is echt zo vervelend als je nu blind bent. Nou ja, dan, hoe wil je dan op deze video klikken en zo? Hè? Dat is dan een beetje lastig. Maar, hey. Oh, wat? What the fuck? Waarom hou je je niet goed vast? Hè? Heeft je moeder dat nooit geleerd? Dan deze bij mij wel. Ja, hou je goed vast. Ja, dat zei ze altijd. Als ik dan moest oversteken of zo. Ja. Misschien komt dat ook omdat ik gewoon een beetje... Ja... Hoe zeg je dat? Onhandig ben en ik vooral gewoon doorloop als mensen, als ik, ondanks dat ik auto's aan zie komen of zo. Ja, dat is wel een beetje mijn leven, vooral gewoon YOLO. Ja,
Fuck it. Gewoon, fuck it. Oké, ik kan hier proberen naar boven te gaan. Ik weet niet hoe blij ze daarmee zijn. Maar, ja, het zijn mijn vijanden. Dus het boeit me ook niet echt veel of ze blij zijn of niet. Hè? Daar ga ik niet echt over, zeg maar. Zo van, oh shit, ze zijn verdrietig en het zijn ook nog mijn vijanden. Nu baal ik. Oh shit. Als ik nu snel ben, dan kan ik hierin. Oh wacht, hij heeft hier niet eens door. What the fuck. Dat hebben we even mooi geregeld. Ik was even een beetje stil, dus vandaar die rare knip. Of nou ja, raar, hè. Gewoon een knipje. Knip, knap, knopper. Ja. Ik ga ook ineens van knippen naar eten. Zo, van Sander, what the fuck. Knopper is een koekje voor de mensen die het niet wisten. Nu wel. Nu weet je het wel, als het goed is. Oh shit, ze gaan me zien. Ik weet niet of ik gezien... Oh, ik mag gewoon gezien... Laat maar. Oh, wauw, Sander. Ik heb... Oh, ik mag gewoon gezien worden. Nee, dat mag dus niet. Nu even kijken waar ik überhaupt naartoe... Oh, wacht eventjes. Wacht even, hoor. Ik denk dat ik het heb. Als ik nu hier ergens kan hangen... Kijk, dan kan ik... Oh, shit, ze zien me. Ze zien me. Nu, gauw, brup, door. Ja, nice. Wauw, dat ging op zich nog niet heel kut. Weet je wel, ik ben maar echt maar één keer gefaald. Dit is trouwens die vette missie waar ik het vorige week aflevering over had. The fuck, ik denk ik ben stil. Want er komt gepraat en zo. Maar nee hoor, er gaat gewoon een filmpje naar beneden. Helemaal, en dat duurt gewoon heel lang. Logica. My God, why hast thou thus forsaken me? Net bloed. Of echt bloed, weet ik nog niet. Cross is Pietro's. Hark, how he crieth upon Elijah to deliver him. Wait and oh, wacht, dus oefening see nog. Whether Elijah dare come here or not. Ik weet niet zeker hoor. My thirst is great. My thirst is great. Ach. Yes, thou shalt drink no more. Wauw. We moeten dus leveren aan zo'n vies nat ding. Bleh. Nou, ik heb veel liever een... ja, ik weet niet. Water. Een water ook echt. Ja, tuurlijk. Altijd een water. Een water klinkt ook heel goed. Ja. Ik vind het helemaal mooi. He, dat is zoals de meeste Nederlanders het zeggen. De grap. Het was geen Nederlander die dat zei. Volgens mij het was een meme van... Was het daar van... Ik heb geen idee. Dit kan er heel racistisch weer overkomen. Hè? Dat ik nu zeg van... Dat komt vast niet van Nederland. Ah nee, krijgen we nu weer hetzelfde dingetje. Oh, die ken ik nu wel. Oh nee, we krijgen hem niet. Oh wacht, dat was... Oh, nee. Wauw. Laten we nu maar via hier gaan. Misschien is dat een betere oplossing. Maar kan ik hem... Oh wacht, dat ging nog best goed. Ik zag net steeds dat hij zo wou doen. Zo van... sluit me... Oh kijk, daar, die gast. Oh wacht, ik mocht alleen. Ik ben een sukkel. Wacht, ik mocht alleen. Maar... Anderen dus niet. Wat moet ik doen eigenlijk? Wat moet ik doen? Ik heb ook weer lekker opgelet. Ik weet ook precies wat ik moet doen. Handig. Oké, ik zie wel allemaal dingen. Dus die moet ik waarschijnlijk vermoorden. Hè? Dat is meestal in dit spel. Dus ik ga ervan uit dat het nu weer zo is. Oké, laten we het maar eventjes mijn sluipmoordenaars doen. Een verhuursluipmoordenaars of hoe je het ook wil zeggen. Kijk, dan gaan hun er waarschijnlijk op af. Of hun worden afgeleid. Kan ook, mag ook. Kijk. Ja, en nu kan ik. Wat doe je? Maak hem dan gewoon af. Fuck. Waar slaat dit op? Oh mijn god. Dit was echt... Het sloeg echt nergens op. Oké, waarschijnlijk komt er nu... In deze kant op.
Oh shit, het komt. Te weinig. Wacht, ik ga zo doen. Toch wel. En dan ga ik nu... What the fuck? Ik riep een... toch zo net iemand op. Ah, nee. What the fuck doe je, Ezio? Ga even hangen. Blijf even hangen. Ik bel je zo terug. Sorry, dat was een flauw grappie. Nu moet het wel lukken, neem ik aan. Ja, zo net heeft hij me gewoon niet opgeroepen, denk ik hoor. Opgeroepen. Dan. Oké, en nu gauw. Ja, oké. Nice. Nu wegwezen hier. Ja, zo de trapje op. Oké, ze hebben tot nu toe nog niks door. Totdat ze straks dit lijk hier zien liggen. Dan schrikken ze wel wat harder. Maar dat moet ook. Want dan komt hij meer mijn kant op. Komt niet meer mijn kant op. Oké, dan gaan we hem van achter pakken. Altijd vanaf achter, hè. Wat? Oh, nee. Hoezo? Ik dacht het al. Daarom deed ik ook nog zo van wat. Want ik dacht, ik mag doorspelen. Maar ik mocht helemaal niet doorspelen. Oké, ik doe het nu op een hele andere manier. Maar ik hoop dat het werkt. Oké, nice. Sluit mooi naar. Go. Oké, nog maar één te gaan. Oké, misschien dat het nu gaat lukken. Ja, dat weet je ook nooit, hè, met mij. Oké. Nice. Done. Zorg dat je achter de schermen komt. Oké, dat moet wel lukken, toch? Kan ik dat? Ik hoop het. Wat is dat? Oh, volgens mij is dat het. Volgens mij moet ik daar zijn. Weet je, het glimt zo, dus ik denk... Of niet? Oh, nee. Schijnbaar hoef ik daar toch niet te zijn. Maar daar kan ik naartoe, als ik wil. Oké, hallo. Hey. I need to get on stage. Oké. Dus nu moeten we op het podium komen. Maar hoe dan? Yo, ik heb zo weinig tijd. Hoe komen we op het podium? Oh, wacht, hier. Wat? Oh, ik had eentje verder. Ik ben zo bezig met... Bam, doel. Waardoor het... Als ik nou opnieuw doe, hè. Dan ga ik echt rage quitten deze aflevering. Maar dat wil ik niet doen. Dus please game. Ik sta wel in een mooie pakkie. Dus oké. Dit geeft hoop. Ja, ik hoop het. Ik hoop het, snap je het? Ha, was grappie. Snap het dan, jongen. Hè? Je kunt toch wel dingen begrijpen en zo, man. Oké, nou. Nu let's go. Hè? Je weet wel. Gewoon go en let's. En dan omgekeerd. Ja. Dat gaan we nu doen. Hé, hey, wat slim van jou, Sander. Ja, prachtig, hè. Ik vind het prachtig. Oké, en nu? Wat moet ik nu doen dan? Zorg dat je op de juiste plek staat. Gebruik... Oké, ja. What the fuck? Hoe moet ik weten... Ik snap er niks van, hoor. Ik snap er niks van. Oh, zo. Nee. What the fuck? Ja, moet ik straks... Oh, ik snap het niet. Hoe kan ik iets doen als ik niet... Hoe ik het moet doen? Volgens mij is dat de tekst. Nee, dan moet ik weer die vier mannen doden. Als dat zo is, hè. Ik krijg rage. Echt rage quit dan. Oh, zo. Wauw, dat plaatje.
Dat was dus van, je moet daar staan. Alleen dat had ik toch niet door. Hoe moet ik dat weten? Come on. Nu sta ik hier en nu is het nog niet goed. Of wel? Oh, jawel. Wel. Oké, dat is dan mijn fout. Oké, we moeten gewoon doorlopen dus. Oké, dat kan ik nog wel. Als we konden rennen. Oké, ik sta op het midden. Volgens mij moet je wel echt op het midden staan. Mijn computer hoort deze game wel gewoon echt te trekken. Want soms met fraps ook aan. Heeft hij ook gewoon iets van 30 fps. En nu ineens heeft hij 4 of 5. Ik snap dat niet hoor. Maar het zal wel aan mij liggen dan. Denk ik, weet ik veel. Ik vind het wel raar. Joseph, already in good faith. Oké, ik zie hem. Moet ik hem uitschakelen nu? Moet ik hem nu uitschakelen? Dood alleen. Wat? Ja, hallo, what the fuck? Ah, we moeten dit stuk ook weer terug doen. Ja, fuck jou, kut game. Fucking, waarom? Waarom kunnen ze niet gewoon een checkpoint doen bij... Hey, je moet nu die gast doden. Ik kan het mijn sluipmoordenaars proberen te laten doen, maar... Joseph, already in good faith. If that Centurion says that he is dead, him will I not deny. Oh wacht, ik moet toch wel echt zelf doen. Yes, nu heb ik hem wel. Ha! Het heeft even geduurd, maar ja, voor jullie misschien iets minder. You cannot save Pietro. The wine he drank was poison. As I promised Cesare, I made doubly sure. I am not yet dead. I did not come here to kill you. He who is the cause of someone else becoming powerful is the agent of his own destruction. Wijze woorden. Wacht, maar nu hebben we geen requiesten. Een patje. Ach. Oh, hoe dat? Balen. Okay. Cut him down. This was not in rehearsal. Hold off the guards. Alright. Okay, dit gaan we doen in de volgende aflevering. Dus vond je dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo niet, vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ik ga nog wel even kijken of het cutscene is, want dan... Hebben jullie dat wel meegekregen? Maar ik stop vanaf hier.